still getting judged on my results. My whole strategy is what's the middle ground? How do I compete on that level without giving up ownership? Because that's the catch 22 that they got us in. They like this social pressure to compete. You rapping, you want to be the top nigga, and they making it like the only way to that is through it. Niggas gonna shut down industry, man. My goal, I'm trying to blockbuster. Blockbusters had an opportunity to fuck with Netflix, and they didn't. Business now is over, they bankrupt. When the last time you ran the video, bro? When the last time you was on Netflix? This morning, a couple days ago. Me too. I was trying to play too hard. So you got niggas where we gon' figure it out. Now, fuck your check. You know you want the money. Chickies bij de AH willen me steek proeven. Ze hebben geen bewijs en ze kunnen niks proeven. Net de COVID-pandemie. Hij is ver te zoeken. Ik zie niet eens iemand hoesten. We hadden 1,5 miljoen mensen kunnen redden. Dus hoe ga jij de holocaust ontkennen? Corona is niet als de oorlog. Er is één verschil in vergelijking met de huidige machtshebbers zoals Hitler best wel chill. De tegenrevolutie, wij betalen de rekening. Voor onze eigen vernietiging. Eén ding is zeker over het leven. Je gaat het niet overleven en we zullen met virus en bacteriën moeten leren leven. Overigens voel ik me gewoon prima. Ik weet de toekomst, kijk gewoon naar China. De antiracisme beweging praat inclusie, maar sluit een continent van 1 miljard zwarte mensen uit waar slavernij nog volop aan de gang is. Voor dezelfde mensen die het 400 jaar geleden deden, maar de gecontroleerde polarisatiegroepen maken jou wijs dat de schuld van je buurman is. De Shell die Afrika vervuilt of bouwbedrijven die in de Maas dumpen is gewoon cool, maar arme zwarte Piet wil je trappen in zijn gezicht. Mensen zijn zo gespoeld door de media dat ze oppositiepartij niet goed mogen vinden. En ze haten onze democratie zo erg dat ze het serieus overwegen om op Melkorven te gaan stemmen. De symbool van de slavernij. Een nieuwe wereld, slavernij, klimaatterreur, zelfmoord, angst, depressie, faillissementen, kindermishandeling, pedofilie, genocide, eeuwige lockdowns en hongerpandemieën.